Ja, vandaag is het precies 200 jaar geleden dat Charles Darwin werd geboren, de auteur van het boek On the Origin of Species, het boek waarin hij zijn evolutietheorie uiteenzette. Midas Dekkers, mogen we u een fan noemen van Darwin? Ik heb maar één held en dat is Darwin. Ja? En dat is niet zo gek, want Darwin is de grootste, ik ben bioloog, Darwin is de grootste bioloog. En er heeft ooit iemand gezegd dat zonder evolutie de biologie geen enkele zin heeft. Hè. Dus als er geen evolutieleer was, dan zou de hele biologie bestaan uit losse feitjes. Zoals je dat in sommige natuurprogramma's wel ziet. Giraffes hebben lange nekken, olifanten die zijn zwaar en een mug die kan steken. Allemaal leuk en interessant, maar geen wetenschap. En Darwin heeft ervoor gezorgd dat alles wat wij in de natuur waarnemen, dat met elkaar verband houdt, omdat die beesten en die planten allemaal van elkaar afstammen, omdat ze echt familie zijn, omdat ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen dat biologie is het ultieme geschiedenisonderwijs. Hè, de geschiedenisles op school die houdt op bij Jezus Christus of 2000 jaar daarvoor of 3000 jaar daarvoor. En wij beginnen 4 miljard jaar geleden toen het allemaal dus dat is echt begonnen. Dus wil je weten waarom wij zijn wie wij zijn, waarom wij zo raar doen, waarom wij van die rare praatjes verkopen. Dan komt dat omdat 4 miljard jaar geleden er iets gebeurd is en omdat 200 jaar geleden Charles Darwin geboren werd om ons dat allemaal duidelijk te maken. En dat staat dan in dat boek. Klopt het dat u een exemplaar heeft van de eerste druk? Dan zou ik een rijk man zijn. Want die eerste druk van de Origin, dat heeft pakweg 1000 exemplaren zijn dat geweest. Die waren gelijk dezelfde dag al kwijt. En ik geloof dat er in heel Nederland 1 exemplaar van de eerste druk is. En ze hadden mij beloofd. 3 weken geleden was ik in Haarlem, in het fantastische museum daar. Ze hadden mij beloofd dat ik daar de eerste druk in handen zou krijgen. Ah, en het bleek een tweede druk te liggen. Tweede? En dat voelt anders natuurlijk dan die eerste. Hoe heeft die ene man dat met dat ene boek voor elkaar gekregen? Nou, dat is op een gegeven moment op reis gegaan? Nee, die ene man die leefde toevallig precies op het juiste moment, op de juiste plaats. En die had de juiste antenne. Je zou Darwin een soort lens kunnen noemen. Dus dat hele idee van evolutie, dat bestond natuurlijk al heel lang. Darwin zelf noemt in zijn voorwoord, noemt hij tientallen mensen die voor hem dat idee al hadden. Maar hij was degene die alle ideeën die al leefden samengebundeld heeft. Daar een mechanisme, dus dat er evolutie is, dat er verandering van soorten is. Mensen zijn niet blind, dat is allemaal al lang gezien. Maar hij had een mechanisme bedacht, de natuurlijke selectie, waardoor dat kon. Daardoor kwamen al die gedachten samen. En dat was zo'n ijzersterke theorie, dat die theorie weer op alle mogelijke vlakken van de maatschappij weer gevolg had. Dus hij is gewoon dat oog, die lens geweest, waardoor alle ideeën gekropen zijn en weer veel mooier en sterker. Hoe is zijn boek onthaald, zoveel jaar geleden? In zijn tijd ogenblikkelijk buitengewoon hartelijk. Ondanks het feit dat die Victorianen natuurlijk behoorlijk religieus waren, werd dat boek ogenblikkelijk aanvaard als een geniaal idee, wat een heleboel dingen op zou kunnen lossen. Natuurlijk waren er tegenstanders, maar ook heel veel voor. En het rare is dat in zijn tijd, dus Darwin heeft dat boek al op wat latere leeftijd gemaakt, en tot aan zijn dood is hij daarmee heel beroemd. En je kijkt maar eens naar die plaatjes van hem. Dat is echt iemand die echt in ere wordt gehouden. En pas later, laten we zeggen 1900, die tijd, toen was hij opeens vergeten. Want er mankeerden een paar dingen aan zijn theorie. Er zaten een paar losse eindjes aan. Nou, zeg maar een hele dikke losse einden. En dat begon zo omstreeks 1900 op te vallen. Toen is die theorie een beetje in de vergetelheid geraakt. Totdat in de jaren 30 ongeveer de genetici kwamen. Die een verklaring, dus Darwin had een verklaring voor de evolutie, natuurlijk selectie. En die genetici die hadden weer een verklaring voor die natuurlijke selectie. Doordat we genen hadden. En
daarna hebben we DNA gekregen en wenteltrappen. En zo werd het de eindjes aan elkaar. Als een huis. En is hij nu 200 jaar na zijn geboorte dan volledig gerehabiliteerd? Want er is nog altijd veel tegenkanting. Nou ja, dat is het rare van zo'n Darwinjaar. Hè. Ik had me al heel lang verheugd op dit Darwinjaar. Ik denk, hoi, dan eindelijk hebben we dus een gelegenheid om het allemaal eens even netjes uit te leggen. En om te vertellen wat een goede Darwin mijn Darwin wel niet is. En dan is iedereen tevreden en dan kunnen we weer 200 jaar tegen. Maar wat blijkt nu in Nederland althans het belangrijkste resultaat te zijn? Dat er overal zogenaamde creationisten, waarvan wij dachten dat ze al lang dood waren of in slaap gesukkeld, die beginnen overal uit hun graf, beginnen die weer overal in Nederland gaan grafstenen open. En komen weer creationisten naar buiten om een verhaal te vertellen. Waarvan wij dachten dat dat een halve eeuw geleden was. Waar komt dat dan vandaan? Want in Nederland blijkbaar meer dan hier bij ons. Omdat Nederland natuurlijk veel meer protestanten kent dan wij. En dat creationisme dat wortelt heel erg in het protestantse tak van het christelijk geloof. En in Amerika is dat nog veel erger natuurlijk. Mensen willen liever dat God de wereld geschapen heeft. Wat mensen gewoon niet willen. Kijk, Darwin zegt helemaal niet dat God de wereld niet geschapen heeft. Voordat Darwin er was, toen dachten ze, ja, de wereld zit zo mooi in elkaar. Moet je dan toch eens kijken, zo'n insect met 6 pootjes. En die pootjes die bestaan weer uit onderdeeltjes. En die onderdeeltjes weer uit onderdeeltjes. En er zit een hartje in. En er zitten hersentjes in. En het is weer zo fantastisch mooi, dat moet iemand verzonnen hebben. En toen kwam Darwin. En die zei van, ja, dat zit inderdaad prachtig in elkaar. Maar ik heb iets verzonnen, dat het ook zonder God allemaal zo kan zijn gebeurd. En wat is nu het merkwaardige? Nou heb je dus creationisten die zeggen van, ja, dat kan helemaal niet, zoiets moois als het oog. Wij kunnen ons niet voorstellen dat zoiets moois als een oog stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje voor stapje tot stand is gekomen. Wat wij ons wel voor kunnen stellen is een man met een baard op een wolk die bij het begin van de aarde in 6 dagen hatsikidee zei en hatsikidee. Maar vindt